Jaden, doe je handen weg. Good life. Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life. Hele goeiemiddag allemaal. Hoi. 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 Ja, het is weer dag voor Good Kitchen. En wat hebben we hier? Bladerdeeg. Ja. En wat zullen we maken met bladerdeeg? Knakworst. Knakworst? En wat gaan we dan maken met die knakworst? En pizza. Een pizza. Nou, we zullen eens kijken wat we kunnen creëren met knakworst. En hopen dat het gaat lukken. Wat denken jullie? Zal het ons lukken? Zal het ons niet lukken? Wat denk jij? Ja. Lukt het wel? Oké, dan gaan we gaan beginnen. Knakworst. Nee, dit is geen knakworst. Oh nee. Hé, wat is dit? Iets anders. Iets anders. Maar wat is dit? Een zakje. Ja, een zakje. Maar het plakt. Plakt. Het plakt. Zo, we gaan die even neerleggen. We gaan hem even doorsnijden. Zie je dat? Zo. Dan maken wij de knakworsten open. Simsalle. Pim. En dan komt er een knakworst. Worst. Die leggen we erop. En Jaden mag hem rollen. Wat mama bedoelt, is rollen. Oh, maar ik vergeet hier wat. Kijk eens hier. We zijn vergeten het plakkertje ervan af te halen. Maar normaal gesproken had ik hem in de koelkast moeten laten liggen. Wow. Maar zo slim is mama niet geweest. Dus Jaden, het is nu? Maken. Nee, plakworst hè, in plaats van knakworst. Het plakworst. Het plakt. Plakt. Ja. Kijk, we rollen hem even rond. En trekken maar. Wauw, wat goed. Dan pakken we een worstje. Ik heb dat goed gedaan. Ja, die hebben we goed gedaan. Ik ben sterk. Ben je sterk nou? Ik heb pieperen. Wauw, voelen. Zo, aan die kant. De spulling. Hoe kan dat? Ja. Rol hem erop. Goed zo. Dat is knakworst. Is dat knakworst? Dan gaan we kijken hè? Of we wat kunnen ervan maken. Dan gaan we even wat insnijden. Hij wil frikadraal. Wordt het een frikadel? Ja. Ik weet niet wat het wordt, weet jij het? Waar? Ja. Wat dan? Frikadraal. Gaan we kijken, als we dat nou in een mooi rondje kunnen leggen. Kijk, spaghetti. Dan maken we eentje. En straks, als die klaar is, kunnen we er wat ketchup tussenin doen. Of ik kan kijken in de koelkast dat we wat kaas ertussen doen. Wat zou jij willen? Kaas! Kaas. Dan gaan we op naar de volgende bladerdeeg. Alsjeblieft, leg hem maar in. Ja? Moet je helpen? Nee, ik doe dat. Klein stukje, want dan gaat hij wel. Dan gaat hij weer vast. Wat doe je? Doe je? Nou kan je rollen. Ja, en nu? En rollen. Ja, en dan? En dan? Ja, ja. Ben je klaar? Ga je hem snijden? Ga je hem zelf maken? Ja. Laat maar zien. Niet zo diep snijden. Iets minder diep. Goed zo. Ja, je denkt papa lekker makkelijk te zijn. Papa doet niet goed. Nee, papa doet niet goed, hè? Kijk, zo is het nog niet goed.
Jawel, kijk wat papa dacht. Die dacht als je nou zo neerlegt, zo. Het is bladeren tegen, dus dan kan je aan elkaar laten plakken. En zo kan je ook een figuurtje maken, hè. Dus nou doet papa het niet helemaal goed, papa is niet zo handig als mama met koken. Dan zie je, kijk, dan heb je al zoiets. En dan zo ongeveer. Ja. En dan doe je die er gewoon zo in. Kijk, dan hebben we echt een soort. Zien jullie dat? Zie je dat? Nee, kan op niet kop ook. Goed aan. Wat is er niet goed aan? Die niet. En dan kun je nog eentje misschien zo bovenop doen. Dan hebben we een eiland met een vuurtoren. Zie je dat? Een dikke neus. Dat kan ook. Het is eiland. Jaden. Cool, man. Het is eiland. Zit ook wel op zijn kant. Wat doe jij nou, Jaden? Oh, ik teken de mond. Oh. Nu heb je dat. Kijk, mama, waar. Kijk, en mama is zo neer. Een poortje, een tookje of een rups. We zijn nog niet terug, papa. Oh nee. Simsalabim. Jaden, doe je handen weg. Simsalabim. Nee, ik kiet het wel. Oh, wacht, hier is niks voor aan. Oh. Oh. Ik dit is. Nee, zo. Ja, zo. Ik en Jaden gaan een nieuwe inspiratie maken. Dan ga ik oogjes maken. Kijk. Kijk wat ik ga doen. Oogje. Laat hem heel lang. En pak zo. Kijk. Kijk. Tada! Oogje. Nee, ik doe het. Auw! Zeg! Ja? Hier mag een eentje. Auw! Dan zijn je twingertjes eraf, hè? Ik heb ook een vriendje eraf. Ja. Even kijk. Nee! Maak hem nog op. Moeten we nee, maar... een beetje groter ik maken, hè? Wacht, jij mag zo, hè? Ja, ik doe te rollen. Ja, ga jij maar rollen. Heel mooi. Nou, dat is een zeker tijd dat het er ook weer gaat, of niet, Mams? Zijn je klaar? Ze gaan we eventjes invetten met het ei. Tja, anders gaat het namelijk verbranden. Ja. Daar hebben we een bakje voor. Oké. Okay. En dan gaat de oven in. Hoe lang moet het in de oven liggen? Ja, 10, 20 minuutjes denk ik. Nou, zal het vast wel genoeg zijn. Mooi. Vind je het ook spannend? Onze kunstjes. Ik heb hem al voor gewarmd. Zo. Even kijken, ik zet er nog 20 minuutjes. Houden we het wel de hele tijd een beetje in de gaten. Want ja, voor je het weet is het verbrand. Het staat ongeveer op 200... Wow. Zet hem op 200 graden, lijkt mij wel ruim voldoende. Nu is het afwacht dat het klaar wordt. Zo, kijk, we zijn er. Begint toch wel ergens op te lijken, hè? Ziet er wel goed uit, moet ik zeggen. A few moments later. Zo. Klaar, het is afgekoeld. Kijk eens even. Dat ziet er toch goed uit. Zo. Hoe vinden jullie het gelukt? Lekker. Lekker. Ziet het er mooi uit? Ja, maar dit had ik gewoon. Dit is een verrassing voor het maar dit is een worstie. Ja, Jaden, wat zeg je? En dit is een worstie. Jaden, zoek jij maar eentje uit die je wil eten. Jason, mag jij een stuk uitzoeken? Ik wil die. Nee. Hier, Ruzi. Trisha, welke wil jij? Hier is, nog, hier is nog een grote. Kijk. Wie wil er curry bij? Ik. Ja? Wil jij curry erbij? Jij niet? Wil je geen curry? Oké, nou, ga maar proeven dan. En, hoe smaakt het? Lekker. Lekker? Mm-hmm. En jij deze, Jason? Hoe smaakt het, jongen? Lekker. Lekker? Wat vindt Jelisha ervan? Ook lekker? Wauw, wat mooi.
moeten we wat verpakken. Ik heb heel mooi gedaan wat kinderen maken. Zullen papa maar niet laten proeven dit keer, hè? Ja. Lekker jullie allemaal zelf wat beter, of niet? Moet mama vandaag eens gaan proeven? Ja. Ja? Laat dit goed proeven. Dankjewel. Jaden, mijn complimentjes, dat heb jij heel goed gedaan. Klasse. En dan gaan we bij deze ook de video afsluiten. Vinden jullie er mooi uitzien? De beren dan niet. Oké, nou je hoort wat Jason zegt. Vinden jullie dit lekker eruit zien? Ga het dan ook proberen. Ik net op. Juist, en dan zeggen we vooral van nu. Dag, tot ziens. En vooral het duimpje omhoog. En daarboven in het belletje van tringlingling. Want dan krijg je namelijk alle video's te zien. En tot ziens, tot de volgende keer. Doei. Abonneer je op Good Life. En vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht. En mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel.